Vandaag is het zover, de Wie is de Mol fandag. Ik ga alles voor jullie vandaag filmen. Ik heb foto's, filmpjes en dat soort dingetjes allemaal gemaakt. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Laat dan natuurlijk nog even dat blauwe duimpje achter en geniet natuurlijk van de vlog. Als eerst hadden we van 11:30 tot 12:30 de eerste meet and greet. Tijdens de meet and greet ben ik met bijna alle kandidaten op de foto geweest en heb ik bijna van alle kandidaten een handtekening laten zetten in mijn molboekje. Helaas waren Robert en Sinan er niet en ik had geen tijd meer om met Evelien en Rick van der Westerlaak op de foto te gaan. Maar van de andere kandidaten heb ik dus wel een foto en heb ik dus ook een handtekening waar ik super blij mee ben. En ik heb met sommigen ook nog een leuk praatje gehad. Van 12:30 tot 1:00 was de kinderveiling. Hierin werden de spulletjes van dit seizoen geveild voor lagere prijzen, waardoor kinderen dat bijvoorbeeld ook konden meedoen in plaats van dat de prijs in één keer naar 300 euro ging, was het hier gewoon best wel laag, rond de 8, 10 en 15 euro. Dit werd dit jaar gedaan door Ron Boshart en hij deed het best wel leuk. Van 1:00 tot 2:30 was de persconferentie en de molveiling. Bij de persconferentie kwamen dus alle kandidaten die er dus waren, kwamen op het podium. Niels! Je kon dus ook vragen op een briefje zetten en die kon je dan dus stellen aan de kandidaten. En daarna was dus ook de molveiling en dit was dus de wat serieuzere veiling waar dus echt bedragen rond de 300 euro weggingen. Van 3:00 tot 3:45 waren de kandidaten nog op het meet and greet plein. Dit was alleen super druk waardoor je er eigenlijk niet bij kon. En van 4:00 tot 5:00 was de meet and greet 2. Er waren ook nog mooie tekeningen te zien van dit jaar en er waren natuurlijk ook weer spelletjes die in dit seizoen gebruikt zijn. Bijvoorbeeld Jenga en natuurlijk deed ik eventjes een molactie van Merel na. Je kon ook nog een foto laten maken dat je tussen de kandidaten zit in de eerste executie. Je kon dit jaar ook weer een test maken met vragen over dit gehele seizoen. En dan was dit het alweer voor de Wie is de Mol fandag van 2019. Laten we nu dan nog even naar huis gaan en dan ga ik nog even meer praten over de fandag. Jawel mensen, toen was ik alweer thuis en wat was het vandaag toch weer vet. Wie is de Mol fandag van 2019. Ik vond het weer super vet. Dit is alweer de tweede keer dat ik naar Wie is de Mol fandag ben geweest. Vorig jaar was ik ook geweest. Dat heb ik helaas niet gevlogd. Vandaag dus wel. Zoals ik natuurlijk vorig jaar ook had gedaan, is dat ik wat spulletjes heb gekocht, want er is natuurlijk altijd een winkeltje. Dan kun je altijd spulletjes kopen. En ik heb dus best wel veel spulletjes gekocht en weer gekregen met dingetjes. Dus dat ga ik nu ook gewoon nog even laten zien, aangezien dit dus toch de Wie is de Mol fandag vlog is. En nee, dit is nog niet de laatste Wie is de Mol 2019 video op dit kanaal. Er komt namelijk binnenkort nog een giveaway. En wat die giveaway gaat zijn, dat ga ik nog niet zeggen. Ergens deze week komt er een video online van de giveaway. En daarin leg ik dus ook uit hoe je hem kan winnen en dat soort shit. Dus laten we eens beginnen met het eerste dingetje. Het eerste dingetje is best wel grappig. Dit zijn namelijk twee vlaggetjes waarop staat Merel is mijn mol. Even kijken of ik het goed in beeld kan brengen. Kijk hier zo. Merel is mijn mol. En dat zijn dus twee vlaggetjes. Heb ik hier zo. Dat is best wel geinig. Dus laten we doorgaan naar het volgende. Het volgende is dit. En dit is een poster. En deze kon je krijgen als je de test dus invulde. Hebben jullie natuurlijk ook, als het goed is, gezien in de vlog van net. Maar dit is dus de poster van de groep van 2019. De groepsfoto van Wie is de Mol 2019. En deze ga ik dus zeker weten ophangen. Ik weet nog niet waar. Sowieso niet hier, aangezien ik hier dus ook gewoon andere video's maak. Ik denk dat ik hem daar zo onder mijn bed
Of om die planken gaan ophangen. Dat lijkt me dus best wel vet. Maar kijk, de groepsfoto van 2019. Super vet. En hij is ook best wel groot, zoals jullie kunnen zien. Ik kan gewoon bijna het hele beeld ermee vullen. Dan gaan we door naar het volgende. En dat is namelijk gewoon het Wie is de Mol fandagboekje van 2019. Er komen nu ergens gewoon foto's in beeld waarin jullie het gewoon beter kunnen zien. We hebben gewoon de voorkant waarop staat Wie is de Mol fandag 16 maart 2019. En daar staat dus ook de mol op met de groene en blauwe lichten. Als sla hem dan open heb je hier gewoon nog een foto van Rick van der Westerlaak. Je hebt het programma en een beetje een welkom pagina waar wat leuke dingetjes in staan. Als sla je een bladzijde verder heb je hier de veilings items. Zoals jullie kunnen zien wat naambordjes. De Jenga-toren werd ook geveild. Dat was best wel grappig. Die vuurproef, soort van bedragen joker dingetjes werden geveild. Die sleutelhanger dingetjes werden geveild. Die rood-groen borden werden geveild. 2 koffiepakken werden geveild. Van die muziekplaten van de finale opdracht werden geveild. Wat molgeld werd geveild. En foto's en kleine foto's uit de opdracht straatbeeld. Dus dat was best wel leuk. Dan als je hem verder opensloeg, kwam je op een bladzijde waar alle kandidaten stonden. En daar kon je dus, als je bijvoorbeeld geen molboekje of zo had, kon je daar zo je handtekening in laten zetten. We gaan weer een bladzijde verder. Heb je hier gewoon nog wat leuke foto's van de opnames dus. Dus dat is best wel leuk. Gaan we nog een bladzijde verder. Hebben we hier 2 leuke tekeningen. Eentje is gewoon dus een tekening. Die is echt super leuk. En de andere is een tekening die je dus kan inkleuren. En dan gaan we naar de achterkant. En dan zie je hier gewoon nog de plattegrond van waar dus de Wie is de Mol fandag was. En dan was dat dus zeg maar het programma boekje. Dus heb ik trouwens 2 keer. Dan heb ik nog wat kaartjes met waar je dus een vraag voor een kandidaat kon achterlaten. Helaas heeft niemand in de 10e aflevering van mijn Wie is de Mol winst theorie een vraag achtergelaten. Dus ik hoefde daar niks mee te doen. Dus die heb ik ook nog gewoon. Dus dat is best wel leuk. Dan kon je dus ook nog een groepsfoto laten maken. Dat jij dus zeg maar tussen de kandidaten stond. Er komen nu eventjes foto's in beeld. Ik heb ze hier ook gewoon nog. Dat is deze hier zo. En deze, ze komen nu gewoon eventjes beter in beeld. En dit zijn dus gewoon echte foto's. Echt op van dat fotopapier wat er dus best wel vet uitziet. En ik ben er best wel blij mee. En ze staan dus naast elkaar en ik zie er gewoon precies hetzelfde uit. Bij eentje heb ik een gele trui aan. En bij de ander heb ik een andere trui aan. En daar ga ik het nu over hebben, want ik heb een nieuwe trui gekocht. En oh mijn god, ik had natuurlijk de fandag van vorig jaar, 2018, had ik natuurlijk dat te grote Wie is de Mol shirt gekocht. Maar nu heb ik een trui, een hoodie. En dat is best wel leuk. Hier zo op de voorkant, zoals jullie kunnen zien, staat aan de rechterkant staat Trust Nobody. En aan de linkerkant staat de vlag van Colombia en 2019. En hij heeft dus ook een hoodie en dat soort shit. En op de achterkant, dat vind ik best wel vet, staat heel groot De Mol. En dat is dus best wel vet, dus laat ik hem even aandoen. En ik heb hem nu aan, dus dat is best wel chill. Kijk, er staat Trust Nobody en 2019. En ik hoop dat ze dit voortaan elk jaar gaan doen. Er staat trouwens ook op je arm. Hier zo. Ik kan het best wel moeilijk laten zien. Staat er Afro Tours. Het staat nu ondersteboven. Omdat je het eigenlijk zo moet lezen. Maar ja, dat is heel moeilijk. Ik hoop dat ze dit volgend jaar ook weer gaan doen. Van 2020. Dat je hier dan zeg maar Trust Nobody hebt staan. En dan hier zo 2020. Met de vlag van 2020. Dat lijkt me dus best wel vet. Als ze dat gewoon elk jaar gaan doen. Vorig jaar hadden ze dat niet. Maar dit jaar dus wel. En je hebt trouwens ook nog een buidel hier zo. Dus dat is ook best wel grappig. Deze kostte 20 euro. Ja, hij kostte 20 euro. En het is echt mijn geld waard. Want dit ding zit toch lekker. En ja, het is natuurlijk super vet. Want deze kan je dus alleen dit jaar kopen. 2019. Hij was wel 20 euro. Maar ja, I don't give a fuck. Dan heb ik dit jaar ook nog iets gekocht wat ik vorig jaar niet had gedaan. Waar ik best wel veel spijt van had. En dat hadden ze dit jaar dus nog wel. Dat zijn namelijk de Wie is de Mol broodtrommel en beker. Ja, we beginnen als eerst even met de Wie is de Mol beker. Hier zo, dit is de Wie is de Mol beker. En ja, het is dus gewoon simpelweg een beker die je open kan draaien. Met hier zo dus de Mol logo erop. En op de achterkant staat nog Afro Tros. En ja, hier zit dus ook nog een bandje waarop staat Nepal. En ja, dit is natuurlijk een superhandige beker. En daar ben ik best wel blij mee. En dan hebben we ook nog de Wie is de Mol Pro trommel. Zoals jullie kunnen zien staat de mol op. Hier zo staat weer Afro Tros. En hieronder staat Nepal. En deze kan je dus zeg maar zo. Kijk, dit is de zijkant. En dit kan je dus zeg maar zo omhoog doen. En dan kun je hem zo openmaken. En dan zit hier nog zo'n dingetje in. Die kan je er tussen doen. En dan kan je dus zeg maar 2 dingen van elkaar scheiden. En nog een kaartje hier zo. Maar ja, ze kosten per stuk
5 euro, maar je kon ze ook samen kopen voor 7,50 euro. Dus dit kostte mij 7,50 euro. En dan heb ik natuurlijk ook nog mijn mol boekje van 2019. En hier zo heb ik alle handtekeningen ingezet. Ik ga nu trouwens ook weer overswitchen naar mijn camera. Ja, hier is dus mijn molboekje van 2019. Daar heb ik dus ook de handtekeningen in laten zetten van de kandidaten die er waren. Helaas, Robert en Sinan waren er niet. Dat was best wel jammer. Vorig jaar was natuurlijk Stine er ook niet. Maar dit jaar waren Robert en Sinan er dus niet. Wat ik best wel jammer vond. Ik had, als ik eerlijk ben, hun handtekening best wel erg gewild. Alleen nu ga ik dus iets uitleggen. Het was dus niet zo goed georganiseerd, vond ik zelf. Vorig jaar was het veel beter, want het was namelijk super krap. En doordat het zo krap was, duurde het heel lang voordat je bij een kandidaat was. Daarom heb ik ook niet alle handtekeningen. Ik heb namelijk de handtekeningen van Evi, Rick Paul, Nicky, Jamie, Merel, Niels en Niels. En Evelien was er ook nog en Rick van der Westerlaak ook. Maar daar had ik geen tijd meer voor, helaas. Dus ik heb geen handtekening van Evelien en Rick van der Westerlaak, wat ik best wel jammer vond. Maar ja, de tijd was dus om, we hadden ongeveer een uur. En ja, ik heb gewoon nog net, we moesten net stoppen en ik stond nog in de rij voor Niels. En ik had nog net op het laatste moment een foto met Niels kunnen maken en zijn handtekening. Dus daar was ik best wel blij mee. En ja, ik ga nu ook gewoon nog eventjes mijn molboekje laten zien. Kijk, zoals jullie kunnen zien is mijn molboekje. Ja, al had ik de handtekening van Rick gehad, had ik hem hier neergezet. Had ik vorig jaar ook met Art gedaan, maar ja, helaas. Ik had er geen tijd meer voor. Misschien volgend jaar neem ik hem ook mee en dan kan ik hem alsnog hierin laten zetten. Gaan we door, hier hebben we Evelien. Ja, helaas, geen handtekening van Evelien. Maar ja, ik had gewoon geen tijd meer. Gaan we verder, hier hebben we Evi. Evi heeft er ingezet voor Jochem. Fijn dat je keek, liefs Evi. En dan hier de handtekening van Evi. Superleuk en ja, daar ben ik dus best wel blij mee. Dan zijn we hier bij Jamie. Ik heb ook de handtekening van Jamie, dat is best wel leuk hier zo. Dus daar ben ik ook best wel blij mee. Dan hebben we hier natuurlijk de handtekening van de mol. Merel Westrik Mol 2019. De handtekening, wajo. Gaan we door, hier ben ik best wel blij mee. Niels, ik heb de handtekening van Niels. Die had ik nog net op het einde kunnen fixen. Daar ben ik echt super blij mee. Dan hebben we hier nog Nicky. Ja, ik heb ook de handtekening van Nicky Tutorials. Dus dat is best wel leuk, hier zo. En Nicky. Nicky had hier trouwens nog gezet. Ik had hier natuurlijk elke aflevering wie Nicky dus verdacht. Nicky had Evelien doorgestreept en had er Merel neergezet. Dus ja, dat is nog wel geinig. Nou ja, hier hebben we natuurlijk Sarah, mijn mol van dit jaar. Wat dus niet zo was. Sarah was natuurlijk de winnares van dit jaar. De handtekening hier zo. En dan hebben we hier natuurlijk nog Sinan. Helaas, Sinan was ze niet. Dus ik heb zijn handtekening ook niet. En dan was dat dus alles voor mijn molboekje. Dus check eventjes mijn kanaal. Hou het in de gaten binnenkort. En wie is de mol 2019 giveaway? Wat het is, dat weet ik wel. Jullie nog niet. Dus jullie gaan het deze week zien. Dus druk nog even op dat abonneerknopje. Op dat belletje. Dan krijg jij natuurlijk meteen te weten als ik bijvoorbeeld die video upload. Laat nog even dat blauwe duimpje natuurlijk achter voor wie is de mol 2019. Wat trouwens ook nog wel leuk was. Ik was ook te zien in het verhaal van Evi. Want er werden namelijk tijdens de meet and greet wat foto's gemaakt. En Evi had er ook eentje in haar verhaal gezet op Instagram. Dus die foto, ik heb er een screenshot van gemaakt. Die komt nu even in beeld. Dus dat vond ik nog wel eventjes leuk om te mededelen. En ja, ik ga natuurlijk de volgende vlog ga ik het over mijn nieuwe bed hebben. Hij staat hier ook. Maar dat gaan we de volgende vlog lekker zien. Dit was de Wie is de Mol 2019 fandag vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Dan kun je me natuurlijk belonen met een blauw duimpje. Ik ga slapen. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen. 3